andere teams. Je ziet dat er wat gaten vallen tussen de renners. En dan gaat het kracht kosten. En dan moet je... Ja, dat deed ik vroeger wel, hè. En ploegachtervolging op weg naar school, weet je? Naar school? Naar een koffieshop, zou je bedoelen? Wat had dat er nou mee te maken, Ria? Dat lag toevallig bij elkaar in de buurt, ja? Hoe dan ook, dan waren we gewoon met twee groepjes van vier, met z'n tien en zo, hop! Kop over kop, steeds sneller, sneller, sneller. Ja, over de kop bedoelt hij. Nee, niet over de kop, Ria, want dan ga je op je muil. Kop over kop, zodat er steeds iemand nieuws voorop rijdt. Waarom? Waarom? Dat is toch logisch, dat je dan sneller gaat, dan ga je harder. Je moet toch allemaal even hard gaan, of niet? Als je een ploeg achtervolging hebt, moet je toch... Ja, je begrijpt het niet. Ja, jij legt het heel slecht uit. Ik leg het heel goed uit. Kijk hier. Biertje is voorop. Komt de koffie. Hup, die gaat voorop. Biertje kan even relaxen. Biertje voorop. Koffie achterop. Even relaxen. Zo de hele tijd gaat het door. Ja? Als je voorop rijdt, krijg je zure knieën. Zo net boven je benen, zo bij je bovenbenen. Snap je? Dat is gewoon... Dus moet je afwisselen. Zo ging dat... Hoe dan ook, ik was echt een talentje toen. Wie zei dat? De kenners zeiden dat hier. Welke kenners? Hey! Freddy! Proost, jongens. Proost. Dat zeiden de andere jongens uit de groep, Ria. Ja, nee, dat moesten ze van jou zeggen, omdat je ze anders op hun bek zou slaan. Wat heeft dat er alle christens mee te maken, Ria? Waarom moet je daar de hele tijd moeilijk zitten doen? Ik doe niet moeilijk, ik stel vragen uit interesse, ja? Nou ja, die interesse van jou, die komt een beetje mijn neus uit. Kun je niet je interesseren voor iets in de keuken? Wat Olympische eieringen snijden of wat dan ook? Hoe dan ook, ik was echt een talentje. Totdat ik jou op een gegeven moment mijn been brak. Ja, dan lig je eruit, hè, pats. Dat is... Als wielrenner ben je heel kwetsbaar. Je breekt, als je valt, breek je iets. Je benen of je knieën. Dus ja, pats uit de roulette. Ja, dus toch over de kop eigenlijk, hè? Gingen ze naar het stappen, gingen ze met z'n allen keihard naar huis fietsen. En ik zat nota bene achterop op zijn fiets. Dus ik zei nog tegen... Ja. 40 bier had hij op. Nooit meer mijn oude niveau gehad, nooit meer. Ja, wel qua bier drinken hoor.